Voor het eerst in jaren heeft het weer gesneeuwd in de maand april. Zoals hier in Rodeschool. Het doet echt een beetje winters aan. En dat terwijl vroeger sneeuw in april eigenlijk heel normaal was. Want als we kijken naar de vorige eeuw, dan sneeuwde het per aprilmaand 2 dagen gemiddeld in ons land. En deze eeuw is er nog maar 1 keer in de 3 jaar. En sneeuw blijft eigenlijk ook bijna nooit meer liggen. In de vorige eeuw bleef sneeuw 1 keer in de 2 jaar liggen. Dus eigenlijk was het heel normaal dat het af en toe wit was in april. En deze eeuw op veel plekken nog geen 1 keer. Dus ja, sneeuw in de maand april is nu eigenlijk bijna niet meer voor te stellen. En als we naar deze eeuw kijken, hebben we slechts 4 jaren gehad waarin het ergens in het land een klein beetje wit was. Maar dat was altijd maar een dun laagje sneeuw. Nou, in de vorige eeuw hadden we soms een dik pak sneeuw, bijvoorbeeld in de jaren 70. In 1970 was het op 10 dagen wit in ons land. En op een gegeven moment lag er in Ameland maar liefst 15 centimeter sneeuw. Echt een dik pak dus, volop winterse taferelen in de maand april. En wat lag je van 1978? Ook toen lag er veel sneeuw, met in de Bilt 8 centimeter. Op andere plekken in het westen van het land 15 centimeter. En in het noorden van het land, in Wochnum, maar ook in Renesse, zelfs 20 centimeter sneeuw. Dat is echt bizar veel voor april. En ook in 1999 lag in de Drentse Ruinewold 15 centimeter sneeuw. Nou, komende dagen gaat het ook flink sneeuwen, vooral in de nachten. En misschien dat er ook dan plaatselijk wel zo'n 10 centimeter sneeuw valt. Nou, meer details over het winterweer in april op weer.nl.